Ja, ik denk ik doe eens een keer aan dat ze geen bitch. Ja, als iemand een bitch is, dan moet je ook gewoon bitch zeggen. Hey. Bitch. Hallo kijkers van Shiny Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Omega Ruby Fatalok met Sander van Gaming SB. Ja, ik moet toch eventjes naar de echte Pokécenter, want ik heb een Pokémon gekild, mijn eigen Pokémon. En dat is niet helemaal hoe het werkt, maar goed, een Pokémon is dood. Ja. En daar wil ik eventjes mijn Slugma voor pakken. Dat ik in ieder geval een Fire-type nog heb. Ondanks dat hij zwaar onderleveld is, maar... Ik ben inmiddels al in Lillicove City. Oh, ik echt nog lang niet, volgens mij. Het geeft helemaal niks. Ik was echt pas... Nee! Ik weer vechten. Wat een bitch. Hij keek... Nee, hij keek de hele tijd haar... Naar voren. En toen ineens... Bam, ik ga ineens naar rechts kijken uit het niets. Rende je? Want als je rent, dan detecten nee, ze dat. Nee, ik zat wel op de fiets. Dat... Maar volgens mij, als je op de fiets zit, telt het niet. Dacht ik altijd. Maar schijnbaar dus wel. Ja, blijkbaar. Ja, maar ik vind het wel bullshit. Store. Oké, gelukkig heeft hij alleen maar Masquerain en is hij dood. Ja, Brandon, het is allemaal goed. Oh, ik moet vechten tegen mee, denk ik. Yep. Ja, daar zat ik ook echt heel lang vast, volgens mij, in Lillicove City. Ik wist daar echt niet wat ik moest doen. Nee, klopt. De keer vroeger dat ik er ook last van, ja. Hé, Sander, weet je wat er morgen uitkomt? Morgen uitkomt? Ja. Hoe weet jij dat überhaupt eigenlijk? Waar heb ik het over? De blacklist natuurlijk. Oh nee. ik dacht al, hoe weet je dit eigenlijk? Ik zou wel fucking eng vinden als we over hetzelfde hadden hoor. Ik had ook niet verwacht dat jij het over hetzelfde zou hebben als ik. Nee, maar even serieus, wat komt er morgen uit? Behalve de blacklist. Technisch gezien is dat ook niet morgen, want dat is om 2:00 s'nachts op zaterdagochtend. Dus leugens dus. Technisch gezien... Ik bedacht me ook toen ik dat zei van, wacht eventjes. Nee, morgen komt de real life serie, of de real action serie van, hoe noem je dat nou? In ieder geval, live action van Winx Club komt uit morgen. Oh ja, daar had je het over gezegd. Morgen is 22/1/2021 voor de mensen die het nu kijken. Dus ja. Ja. Al maanden smacht ik naar deze dag. Voor de blacklist dan? Ja, precies. Na 2 maanden. Klopt wel. 2 maanden moeten wachten voor. Tjonge, jongen. Blacklist. Ja, echt mooi, man. Is echt mooi. We zijn inmiddels al wel ver in de game alweer, hè? Oeh, ik werd gekwit. Ja, zeker. Dat is zeker waar. Alleen, ik vind het echt kut dat ik ook nu al deze battles die ik probeer te ontwijken, dat ik die nu heb. Want die heb ik liever met mijn Slugma, want dan train ik mijn Slugma. Ja, precies. Echt kut dit. Blaziken. Oh, what the fuck, ik ben super effectief. En 6 levels hoger. Wat? Oh, ik word zo ziek van deze game soms. Rustig blijven, Sander. Is lastig, maar ik zal mijn best doen. Oh, hij is dood. De Seeking is eindelijk dood. Mag ook wel een keer. Je begint pas net tegen die battle. Nee, dat is niet helemaal waar. Oké. Okay. Nee, ik hoef geen Swallow. Blaziken is dood. Nice, old moves. Nice. Ja. Split up. Hey, keep up moves. Ja. Oh, dan ga ik dit niet nog meer aanvallen. Take that, keep up moves. Ja. Wow, ik begin het te leren hoe ik moves niet aanleer. Je kan het, Sander, je kan het.
Ik heb wel heel erg geluk, moet ik zeggen, dat ik elke keer wel iets van een super effective aanval heb voor de Pokémon's waar ik tegen moet. Terwijl ik twee gras-Pokémon's heb en een water-Pokémon. en een normal-Pokémon. Ja. Ja, jij gaat ook weer heel erg uitlopen. Ja, ik ben er bang voor. Ja, want ik ben nu pas terug bij Pokécenter, hè? Mm-hmm. Echt dit. Heb ik een Latios dood laten gaan? Oh nee, wacht. Never mind. Everyone is ook dood. Daar baal ik ook nog steeds van, hoor. Snap ik. Oh, ik moet zo meteen nog heel even kijken waar ik de Gyarados site kan vinden. Maar ik ga zo meteen eerst heel eventjes Wilmer proberen te vangen. Dat slim idee. Ik heb alleen maar slim ideeën. Oké. Okay. Oké. Okay. Hoe ver ben je? Is inmiddels... Ik ben nu bij... Ja, is Camerupt inmiddels al gedelete? Ja. Goed zo. Ik ben nu weer terug in route 120. Maar kijk, nu vind ik het ook niet erg om trainers te verslaan, want ik wil mijn Slugma trainen. Maar zo net probeerde ik ze te ontwijken. En dan gaan ze expres zo doen van, hey gast, leuk je te zien, wil je battelen? En dan doe ik zo van, nee. En dan zeggen ze zo van, jawel. En die ze van, ah, kut. Fijn dat je het zo uitgebreid beschrijft. Ja. Ja. Ben ik goed in. Dat dacht ik al, dat jij er goed in bent. Heb ik niet geheeld? Dan ben je wel echt een flapdrol, hoor. Oh, dit is echt weer kut, hoor. Oh. Ik hoop maar dat deze Milotic geen Ice Beam heeft. Ik hoop dat die Ice Beam wel heeft. Twister, what the fuck? Doe normaal, man. Doe zelf normaal. Oké, sorry. Zal het doen. Sorry, Son. Ik ben je son niet, daddy. Oh, wacht, wat? Nee, dan ben je slim. Godverdomme. Het leven zit niet mee vandaag. Echt, hè? Nou, ik had het zelf ook door. Nou, ik heb... Maar serieus, vandaag zit echt heel veel dingen tegen. Ja? Ik was eten aan het maken, alles ging fout. Maar het was wel lekker, dus dat is het belangrijkste. Dan is het ook niet fout gegaan. Ja, maar het was echt kut hoor, elke keer. Dan liet ik weer wat vallen, of ik had weer iets niet genoeg, of het was altijd wat. Waarom kom ik nou gewoon geen Pokémon tegen? Ah. Wat is dit? Sorry, ik ben een beetje boos. Ik weet niet of je dat in de gaten had. Nee. Even kijken. Ah. Wat moet ik doen tegen deze gozer? Echt hoor, kut my lot. Rustig blijven, Sander. Sorry. Ik moet PG houden op jouw kanaal natuurlijk. Nou, niet echt. Daar hadden we het al een keer in een aflevering over. Oh, echt? Ja. Toen de koffer, nee. Hou op, zeg. Ja, dat deed hij bij mij ook. Dat was fucking irritant. Heb je ook zo'n touw, zeg maar? Daar kun je zo'n lus van maken. En daar Goedtouw.nl. Hm? Goedtouw.nl. Goedtouw.nl. Even opzoeken. Je kan eventueel met kortingscode Milan 20% korting krijgen. Ah, nee. Hij bestaat niet, hoor. Oh, dan heeft Justin hem offline gehaald. IP-adres van de server kan niet gevonden worden. Ja, dat is kut. En... Krukje.nl, dat wel. Wacht. Ik dacht dat je hier ook de good roll. Oh. Dit gaan we niet doen. Nee, het is alleen maar weer beeld. Ik weet ook niet wat. Ik wou doen alsof je op een of andere... Dat is wel bij sommige dingen dan... Zoals krukje.nl en dan zoek je dat op en dan is het een hele rare fetish, om maar zo te zeggen. Nice. Daar houden we. Volgens mij is dat... Ja, ik kan wel zeggen van één die ik weet, maar dat is echt cursed.
Het is ananas.nl. Dan zie je al Simons video's over ananas. Echt? Nee. Dat zou wel fucking grappig zijn. Dat was een grapje. Er is een echte, maar ik weet niet of ik dat op het internet wil zeggen. Dat ik dat ook weet. Dat Doe maar niet dan. Nee. Ik ben er zelf ook nog nooit op geweest, maar ik weet van anderen dat die bestaat. Ik ruik leugens. Nee. Nee. Is niet echt mijn ding. Ik kan ook niet uitleggen wat het ongeveer is, want al zeg ik het onderwerp waar het mee te maken heeft, zeg maar, dan weet je ook al dat als je .nl achterplakt, dat de site is, zeg maar. Hou er dan maar over op. Ja. Oké, dus hoe was jouw dag? Oh ja, eten gekookt, dat had je al gezegd. Ja. Route 123, waar is dat? Ik wou wel een hele mooie vervolgvraag stellen, maar ik denk, nee, laat ik dat maar niet doen. Waar is dat? Route 123. Sorry dat er niks op mijn scherm gebeurt, hoor, jongens, maar ik moet even iets opzoeken. Ik accepteer. Oh, laten we vooral gaan switchen. Deed Super Potion in sommige games niet ook 60 ineens? Super Potion 60... ja, in de oudere games, dacht ik. Ah. Nou, ik ben echt helemaal de weg kwijt. Ik weet wel, is Hyper Potion niet ook echt superveel genurfd? Die deed altijd 200 en is nu 120, of andersom. Maar volgens mij deed hij 200 healen. Staat me iets van bij. Oh, daar is... Oh, daar ben ik bijna! Nice. Ja, zien ze weer beeld? Nou, ze zagen sowieso beeld, want mijn beeld gaat niet weg als ik op ding zit. Nee, oké, maar ik bedoel bewegend beeld. Nou, van die, zeg maar, als je heel veel beeldjes achter elkaar plakt, dan noemen ze dat video. Oh, hoe is dat? Iets nieuws. Ik dacht wel, waar ben ik 8 jaar mee bezig nu? Ja, dat is iets nieuws. Dus, ja. Niet lollig lopen doen, hè, Sander? Echt kut. Sorry. Weet je hoe ik mijn Rose Raid inmiddels heb genoemd? Nou ja, Rose Raid heb je eigenlijk geen naam gegeven, dus... Nee, maar je bedoelt... De Pokémon. Oh, ik ben echt kut aan het doen. Maar goed, ga door. Hoe heb je het genoemd? Het is nu afgelopen. Bedankt voor het kijken. Ja, ik kan wel weer weglopen, maar... Ja. Route 102... Hoeveel routes zijn hier nog? Oh, hey, wel Nurse Joy. Ja, je moet daar ook naar rechts zometeen eerst, hè? Voordat je hier naar beneden moet. Ik dacht al. Miauw. Dus die Nurse Joy is zeg maar niet op de weg, op de juiste route. Nee, daar ben ik nu wel, maar daar moet je nog niet heen. Je moet eerst met mee vechten. In Lillecove. Even healen en zo. Dat lijkt me voor jou sowieso wel verstandig. Nee, ik ben net geheeld hoor. Maar, ja. Als jij wil dat ik heal. Ja, kut. Oh, ik heb wel Fly, maar ik heb geen Fly Pokémon bij me. Ik ben fucking hard genaaid nou. Dat wordt voor mij ook kut, want ik heb ook geen Flying Pokémon. Ja, ik kan ik weet niet of Gyarados Fly kan, maar... Nee, volgens mij niet. Het zou me niks verbazen, eerlijk is eerlijk. Lucky Chant, wat de... Weet je, ik ga het ook gewoon niet doen. Fuck it. Nou, deze man maar wel eventjes. De trainers wel, maar de White Battles, als dat een Gloom is, dan kunnen ze de pot op. Ja, echt hoor, ik ben echt salty nu. Ik heb het in de gaten. Beetje karamel toevoegen naar je karamel zeezout. Oeh. Oh, ik heb ooit een karamel zeezout ijs. Dat was echt lekker, man.
Dat heb ik ook wel eens gehad van Magnum. Oh, heeft Magnum die ook? Ja, ik had gewoon zeg maar van dat ambachtelijk schepijs, zoals ze dat noemen. Oh, en daar dan karamel zeezout. Echt, dat is echt lekker. Je komt bijna klaar, zo lekker van je net. Nou, dat is wel... Dat is niet hoe ik het zou verwoorden, maar als jij dat graag wil. Ja, dat wil ik graag. Oké, I guess. Ik ben nu in een route, daar kom ik nooit, omdat dit is geen verplichte route, maar hier kan ik als goed is wat halen, alleen ik kan het niet vinden, omdat ik hier dus nooit kom, dus ik ken deze hele route niet. Wait, what? Er is een route waar je nooit komt? Waar je niet hoeft te komen, zeg maar, om de game uit te spelen. Waarom? Waarom bestaat die route dan? Om cool te zijn. Nee, dat mag niet. Oh, nog een dubbel battle ook. Het zit niet mee. Oh, voor die Pokéball heb ik kut nodig. Dat is echt kut. Nou, als je een meisje was, had het een stuk makkelijker geworden. Ja. Toen bleef het stil. Ja, ik ben geen Paddy die wel meisjes kan versieren. Oh, dat komt... Ik bedoel vrouwen. Ben je nou Paddy aan het compliment aan het geven? Ik dacht dat jij beef had met Paddy. Ja, zeker, zeker. Maar een keer... Nou, ik zeg ook niet dat het redelijk is, zeg maar. Kijk, weet je... Kijk, de vrouwen die hij... Die zijn waarschijnlijk mentaal niet helemaal... What the fuck ga jij nou weer zeggen? Dit is ook een belediging niet voor Paddy, maar meer voor zijn vriendin. Ja, ik distancieer me van dit hele gesprek. Ik voel me schuldig eigenlijk. Ja, dat snap ik. Nee, neem maar even serieus. Dat was niet serieus van ze. Nee, dat grapje. Grapjes mogen nog, toch? Nee, het is 2021, hè? Ik weet dat het 2021 is, maar ik dacht dat grapjes pas gecanceld zouden worden op 2022, zeg maar. Zo'n 20 februari 2020, toch? 2022, bedoel ik. Oh. Dat dacht ik, dat ze dan pas gecanceld zouden worden. Maar... Nee, jouw grapjes mogen nu ook al gecanceld worden. Zo erg zijn ze niet. Hey Sander, hey May. Hoe is het? Slecht, want ze ziet jou. Nou, hoe durf je? Ik zie May anders wel heel blij kijken. Ja, omdat ze maar één uitdrukking heeft. Nou, je bent echt lullig. Maar ik heb wel gelijk. Ik had gisteren ook, ik had tentamen. En een groepje stond buiten na het tentamen nog wat na te praten. En ik liep daar naar buiten en ik zei zo, hey, en iemand schrok. En toen maakte ik natuurlijk, als de man die ik ben, maakte ik het grapje. Oh, dat krijg ik wel vaker. Ja, en... Dat was wel... En toen kwamen alle meisjes op. Daar moest ik aan denken, omdat je zei van... Nee, ze is ongelukkig, want ze ziet jou. Toen dacht ik van, hey, ik zie een verband tussen... Inderdaad, toch wel. Tussen het echte leven en, ja. En deze game. Maar als je een R-kwadraat zou hebben, dan zou die precies 1 zijn. Want de correlatie is perfect. Shout-out naar de mensen die het grapje begrijpen. Als je hem niet begrijpt, dan ja. Dan heb je een gezond verstand. Oh. Het heeft wel met statistiek te maken. En statistiek en wiskunde is echt kut, want het zegt eigenlijk helemaal niks. Maar kansberekening is leuk. Maar als je puur kijkt naar wat zegt het nou eigenlijk? Niks! Het kan of het kan niet gebeuren. Het kan hoogstwaarschijnlijk gebeuren, of het kan hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren. Maar ook daar... Mochten jullie nog steeds kijken? Ja, ik weet niet waar hij het over heeft, jongens. Statistiek in de wiskunde is echt kut. Maar ja, dat... Het is niet kutter dan deze game. Jawel. Nou, op het moment ben ik niet heel erg fan van deze game. Omdat je het niet kan, of? Oké, ik heb wel één vraagje.
Waarom? Had ze zo net een Wilmer, of een... Ja, een Wilmer is dat. En heeft ze nu ineens een Wailord van 10 levels hoger of zo? Wat? Om jou te fucken. Heb je ze net nog gesproken en toen had je een Wailord, Wilmer, bedoel ik. Echt bullshit. Echt bullshit. Sander, I call crap. Sander, wist jij dat je krijgt wat je verdient? Dat is bullshit. Nee, dat is geen bullshit. Karma slaat nergens op. Change my mind. Nee, laat maar. Is niet te changen. Ik zou het ook niet hoeven te changen, maar ik vind dat je gelijk hebt. Maar toch krijg jij wat je verdient. Ik krijg de wraak van dat ik haar zo vaak verslagen heb een beetje genoemd heb waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. En dat ze net niet blij was om je te zien. Hé, hey, daar kan ik niks aan doen. Dat zij niet blij is om mij te zien, ligt niet aan mij. Dat wil ik even gezegd hebben. Ik heb mezelf echt in de nesten gewerkt. Ja, dat doe ik ook zo vaak. Mensen die zitten te kijken denk echt van, wat ben je allemaal aan het doen? Waarschijnlijk, je bent me waarschijnlijk zo meteen gewoon aan het inhalen. Dat is niet de bedoeling. Oh nee, ik heb nog maar één Pokémon van mee verslagen. Wat denk je? Hoe goed denk je dat ik ben? Oh ja, touché. Hey, zo mijn Cargo, laat ik mijn Slugma van level 19 inzetten. Ja, we wisten dat je niet zo goed was in deze game, hè? Het was een kasme, jongens. Het was een kasme. Ik zet mijn Geogirl in. Yeah. Wanneer wordt het nou eigenlijk een golem? Oh ja, trade. Ik denk steeds, oh dat is echt super laat level. Want trade evolutions hebben gerandomized. Maar dat hebben we helemaal we hebben nooit deze hele game. Dus we moeten misschien kijken of we even kunnen fixen dat we ruilen ofzo. Ja, nee, dat klinkt wel als een goed iets. Oh, wat? Wacht, Clearsmog is een attack? Oh, wacht even. Dan wil ik hem wel aanleren. Zou ik een Pokémon in mijn box hebben die fly... Ja. Die mag ik toch wel even gebruiken om te vliegen? Ik heb een... Nee. Een Latios in mijn box. Die kan ik wel even gebruiken om te vliegen. Ja, tuurlijk. Waarom doe je zo onaardig tegen mij? Nee. Ik zei toch, ja, tuurlijk. Vooruit. Dit is helemaal dom. Wat doe ik? Ik ga mogelijk mijn Swampert verliezen. Yes! Nee. Dual Chop. Wacht, is dat ook super effectief? Dat is dragon aanval. Wacht, dat is geen fighting aanval? Nee, dat is een dragon aanval. Waarom? Oké, als hij nu... Ik ben maar 5 levels hoger. Het is ik durf het niet te risken, maar ik moet het haast wel risken, want bij andere Pokémons kunnen het ook niet. Het leven. Ik ga dit proberen. Doe eens. Ja, ik ga Fungi inzetten. Hij deed detect. Oké. Gaat alles nog goed? Ja, hij is neer. Lekker voor je. Lekker voor je mee. Nou, ik hou wel van je. Is het jouw waifu? Nee. Toen was het stil. Chirup. Ik had waarschijnlijk meer gezegd als je zei ja. Ja, nee, ik ben niet van de hentai. Maar de waifu hoeft niet per se hentai te zijn. Ja, er was ook ooit iemand die tegen me zei dat anime en hentai niet hetzelfde was. En ik echt dacht van, gast, really gast? Kom op, denk even na. Maar het is ook niet hetzelfde. Gast, really gast? Kom op, denk eventjes na. Dus als jij naar Pokémon zit te kijken, de Pokémon anime, dan is het meteen hentai. Ja.
Je spoort niet helemaal, hè? Nee. I'm kidding. It's a joke, bro. Je bent niet helemaal goed in je paas, hè? Oh ja, die waren klaar. Waar moet ik nu naartoe? Ik weet het nu oprecht niet. Ga ik je ook niet vertellen. Ik moet in de contest hal. Ik weet het. Ik ga. Nee, je hoeft niet in de contest doen. Ja, oké. Okay. Nee, dat hoeft niet. Wat was de grap hier? Hé, je kunt zowel een sunstone verdienen, hoorde ik van een of andere rare... Bitch. Chick. Ja, ik denk ik doe eens een keer aan dat ze geen bitch. Ja, als iemand een bitch is, dan doe ik gewoon een bitch. Hey. Bitch. Dan. Ben je dood? Haha. Nee, was het maar zo. Oef. Opeens dark. En wat is deze cutscene? Ik wil dit ook niet. Wat de hel, waarom zie ik er zo lelijk uit? What the fuck? Wat de nee. Sander, je moet niet de hele tijd naar je eigen camera kijken. Hè? Nee. Wat is dit? Wat gebeurt er allemaal? Echt vervloekt, jongen. Wat gebeurt? Ik ben in zo'n contest hal gelopen. Nou. Weet je nog dat ik zo net zei van, oh ja, ik moet de contest hal in zeker. En toen ging ik echt de contest hal en toen heb ik een cutscene getriggerd. En je krijgt kleren die echt niet passen gewoon. Ja. Daar ging ik echt... Ja. Oké, moet ik nu hier... Ja, oh, ik weet het weer. Je hebt hier zo'n grot, toch? Ja, jij wilt niet zeggen trouwens, dus... Grot? Ja, je hebt zo'n grot. Hier ergens in de buurt, toch? Nou ja, je moet waar net die zuster Joy beneden stond, daar moet je heen, zeg maar. Wat? Wat moet je dan in deze grot? In deze grot moet je toch ook iets doen? Team Magma Hideout. Hè? Oh ja, maar daar kan je nu toch nog niet in, of wel? Oh, nee. Rip. Weet ik het, jij kent deze game beter dan ik. En jij wou het niet zeggen, dus ik denk, zeg maar gewoon bullshit. Jij bent zo lastig, jongetje. Hé, hey, jij wou het eerst echt niet zeggen. Dat klopt. Ja, nou. Nu dan ga ik het ook doen. Oh, werkt het jouw brein zo? Ja. Zo ongeveer. Wordt er nog wel eens geminecraft, of niet? Weinig. Dacht ik al. Ja? Hoezo dat? Nou, dat gevoel had ik al. Oké. Okay. Ja, ik heb mijn Spectrum flat af, dus... Oh, nice. Je LGBTQ flat. Nee, want de Spectrum flat, geen regenboog flat. Jawel. Oké. Okay. Ja, nee, mag ook. Ik bedoel, ik ben niet tegen LGBTQ. Oh, en net zei je nog wat anders. Ik ben niet tegen, maar het was niet mijn intentie om daarmee te maken, zeg maar. Nee. Dat is zo lekker, hè. Nee, kijk, weet je wat het is? Meer water als vis. We moeten er gewoon niet zo'n nadruk op leggen. Hoe bedoel je? Nou, oké. Ik hoop echt dat ik hiermee niemand offend, maar... Het wil nog wel eens mensen die in die LGBTQ, die willen graag niet in een hokje gestopt worden. Helemaal prima, ben ik helemaal voor. Alleen ondertussen hebben ze wel overal LGBTQ. Aan de ene kant is het mooi, want het laat zien van kijk, het boeit niemand. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van ja, ga je dan niet juist tegen wat je eigenlijk zelf wil? Ja, ik snap wel wat je probeert te zeggen. Ja, ik snap wat je probeert. Met een beetje gay pride. Kijk, ik vind het mooi dat daar allemaal... mensen op afkomen en dat ze dat helemaal mooi vinden. Dat vind ik helemaal prima, maar ja, het is wel een beetje net dat spul dat ik denk van ja, is dat niet eigenlijk wat je niet wil? Omdat daar heel erg het stereotype naar boven komt en dat vind ik zonde eigenlijk. Ja, ik zou wel zeggen. Voor de mensen die al homo's haten of zo, dan krijg je dat die hem ook gaan haten omdat ze alleen dat beeld hebben. Dat ja, is maar is dat hun probleem dat die homo-haters... Nee, dat is zeker niet hun probleem. Maar ik bedoel, ja, ik snap op zich wel... Ja, nee, ik snap het niet. Want ik denk gewoon, laten mensen gewoon doen wat ze willen. Als ik het leuk vind om...
om geen vrouwen maar mannen te neuken, laat me lekker. Ja, ja, precies. Ik bedoel, boeien ruurt. Ja. Een Shuppet. Cool. Hé, hey, ik heb een Eviolite gekregen. Moeten we überhaupt wel een Mampire zijn? Of zit ik weer verkeerd? Ja, je moet een Mampire zijn, maar daar ben ik nog niet. Want ik heb net even een Gyaradosite gefixt. Oh ja, ik niet. En dan zeg je niet van Milan, wat cool dat jij nu een Gyaradosite hebt. Ik ben trots op je, dat zeg je dan niet. Hé, hey, Milan. Ik ben echt blij voor je. Met heel mijn hart. Dat zijn mijn woorden. Met heel mijn hart. Dat jij een Gyaradosite hebt. Ik geloof er niks van. Doe ik eens een keer aardig. Logens. Nou. Ik ga wel met Simon deze serie afmaken. Die krijg je echt niet zo ver. dat is waar. Nee, ik doe het wel met Sven. Wie is Sven? Die gast die steeds zegt... Pokémon, je speelt Pokémon. Die flatrol, ja. Die. Ja, dat is wel een rare jongen, ja. Die snapt niet dat Pokémon voor jong en oud is. En ja, dat je niet overal hoeft te vermelden dat je Pokémon speelt, zeg maar. En al was het wel alleen voor jong. Ik bedoel, van als wij daar nou plezier uit halen. Waarom zouden we dat ons moeten laten tegenhouden? Omdat iemand zegt dat hij dat niet vindt. Precies. Ik ga het zeker niet door laten tegenhouden. Oh, wat? Is het niet al een keer tijd om de aflevering te stoppen? Ja. Hoe lang zijn we bezig? 31 minuten. Je hebt echt een interne klok of ja, zo. Heftig, hè? Ja. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit... Kan het trouwens? Of ben je aan het vechten? Nee, kan. Oké. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En zie je heel graag de volgende aflevering weer. Adios, amigos. Later.